Ja, ja, daar is je weer hoor, van Parijn TV en de vrouw van Harry. Krijgt de bloemen van erop. Namens Vondclub, hè, eerst Kahos, hè. Had ik ook nog bij staan. Ja, ja, ja. Gaan we in beeld. Gefeliciteerd, hè. Jo. Nou, ik hoop dat je het leuk vindt. Dan gaan we zo naar je lijntje en dan gaan we daar even verder praten. Vindt u ze mooi? Ik vind bloemen heel mooi. Ik hou van bloemen. Ja, die zijn de vaste bloemen toch ook wel fijn? Ja, dat is een zin. Ja, dat is weer een zin. Ja, oké. Nou, veel plezier ermee. Ja, oké, dat was het weer. Later. Ja, 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 daar is hij weer hoor. Van Parijn TV. Waar zijn ze nu weer? Nou, dat kan ik jullie vertellen. We zijn bij Harry Hendricks in Vinkeveen. En daar kwamen we vandaan. Was even een stukje lopen. Dit is een landje. Nou ja, landje, 2 hectare. En Rob zit nu aan het zuurstof. Harry, die is helemaal kapot. Het is nu wel warm, maar de zweet zat op zijn kokersnoot. We hebben nog het waarkomen. Wat een hint, 600 meter lopen vanaf de bewoonde wereld. En gaan we naar ze. Daar van domein. Zo. En ja hoor, daar hebben we de winnaar. Dankjewel, leuk. Oh, ja, niet. Ik zei, je moet de zon in mijn rug hebben. De winnaar van Cohors Vondclub Vondclub Noord-Holland 2023. Cohors. Van Cohors, had ik toch gezegd? Had je gezegd, ja, dat denk ik. Nou, hier hebben we zijn jonkies. En hier doen het de oude. Toch, hè? Ja, dit is de oude. Ja, ja. En hier hebben we ook hier voor de oude. Ja, ook hier vandaag. Ja. Nou, dat is best slecht weer. Dat kun je even drogen. Even zitten, ja. Dat gaan we vanmiddag krijgen. Wat was de voorbereiding van je toppertje? De voorbereiding was, nou, ze was al de eerste vlucht van Dome. Ja, maar daarvoor, zeg maar, hoeveel kilometer hadden ze? Oh, ik denk, nou, ze sprak in de Wormerveer geweest en diverse malen met de vereniging. Oh, oké, oké. Dus ik denk 1500 kilometer, 2000 misschien. Maar dan houdt het op. Daar hebben ze voorbereiding en toen kreeg ze Bordeaux. Eerste Bordeaux. Toen staat ze volgens mij een 18e in Noord-Holland. Oh, oké. Okay. Ja, dat is ook mijn eerste duif. Daar heb ik nou mijn eerste getekend. Ja, dan, dat lijkt me leuk. Lekker makkelijk. Let je op, Robbie? Kijk, laatste. Je weet het, dus, steek er wat van op misschien. Dus, nou ja, en dat was een mooie tijd. En de stand van... Het standje was zat broeien. Je speelt op nest, toch? Ik speel alleen op nest, om te zeggen. Ja. En ik speel... Eigenlijk alleen op eieren. Oké. Okay. Nu ga ik langs op grote jongen spelen. Als er een eitje uitkomt, laat ik hem liggen. Ja, en dan eerste, jong? De eerste vluchten altijd op eieren. Ah, oké. Okay. Er zat geen jong nou. Ik had toen van de eieren afgehaald. Dus is weer opnieuw op eieren gekomen. Oké, okay, die laat je uitkomen. Dan gaat ze weer eitjes leggen en een groot jong met eieren gaat ze weer mee. Ja, bij anderen, bij deze niet meer. Dus hij gaat nou niet meer mee. Je hebt die vakantie, zeg maar. Vakantie. Ja, hij is 2 keer mee geweest. Ja, ik heb een surprise. Ja, zegt hij. En dat is een 2-jarige, dus. Zadig, Maar je hebt dus wel een prachtig eigen. Waar komen ze vandaan als je normaal gesproken? Uit de lucht. Hier komen ze vanaf de kust, zullen we zeggen. Ja. Dan zie je hem van ver aankomen of is het toch ja, altijd... Als ik zit, ik zie zelden een duif aankomen. Ik heb deze ook niet aan zien komen. Ja. Ik liep te vroeg, denk ik moet de jongen nog wat grit geven. En, piep! Zit je nu te wachten, zou je zeggen. Ja, ja. En dan hoor ik piep op het systeem. Ja. Ook goed. Ja. Maar meestal komen ze van de kust af, zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Dat is het zuiden, als je daar kijkt, zou ik zeggen. Hoog water trouwens. Hier ben een zwemmetje voor de deur, ook lekker hè? Ja, ja hier neem ik altijd een bad. Ja, ik doe er wel eens verder, ja. Ja, ik doe het ook wel eens in het hok hoor, maar heel vaak. Dus vanochtend zaten ze er weer in, zou ik zeggen. Ja, je mag een bankje ervoor leggen, hè? Dat vind ik mooi. Ja, het water wordt steeds hoger hier in die polder. Nou, Robbie, heb jij nog een domme vraag? Nee, ik mag niet meer vragen, Fred. Maar ik zal het als een domme vraag. Gooi het maar uit. Nee, vraag het maar. Ja. Vraag het maar een keer. Ja, waar komt die duif uit? Die duif komt uit een... Hij moet je zeggen, want dat wilde ik graag horen. Van vaders kant is het... ik heb ooit bij Tim Hagen een ronde eieren gekocht. En daar kwam die vader uit, zullen we zeggen. Die vader heeft zelf ook gevlogen, 04. Die heeft ook goed gevlogen. En daar is het een dochter uit. Met het soort van mijn eigen. Zit, de moederskant nog, is... Er zit nog een klein kind van de Crees, zullen we zeggen.
Ja, ja. Dus wat dat betreft, goede lijntjes. Ja. Ja. Kunnen we mooi weer afsluiten erop? Ja, 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 dat is perfect. Oké, dan zeggen we later. Harry, hartstikke bedankt. Jongens, bedankt. Fijne dag verder. Hoi. Bye.